Avi, jij bent de volgende die een plaatje aanvraagt voor alle zieken, gehandicapten en bejaarden en alleenstaanden. En je vroeg je of jij een plaatje wou draaien van Anneke Drent met Mijn hartje klopt alleen voor jou. Nou, natuurlijk Avi, dat doen wij. Voor alle lieve mensen, Anneke Drent. Omdat jij in ons leven nooit de romantiek behaast. Van liefde is het mooiste als je rood. Ja, hallo, Radio Armada. Er is niemand voor elkaar. Ja, bedankt hoor. Doei. Het was 18 en toen kwam jij. Wat een drukte. Tijd is nog voorbij. Wat nog mee doen? Is gebleven romantiek. Ja, Joke, en dan vroeg je dat eventjes aan voor alle lieve mensen die met ons mee waren, hè? De afgelopen zaterdag. En nou, dat heeft ons heel wat werk gekost, hoor. Maar we hebben een fantastische dag gehad en alle mensen die mee waren ook, want ik heb geen manklank gehoord. Ze hebben heerlijk aan de koffie geweest en voor jullie allemaal nog weer even dat plaatje van Pieter Tini met Zeg nou maar adieu. De reis voerde ditmaal naar België. En, maar voordat wij in België aankwamen, hebben we eerst fantastisch in Buren, een leuk plaatsje vlak bij Geldermalsen, eerst lekker aan de koffie geweest en een heerlijke slagroombol erbij. En van daaruit zijn we door het slingerende land, wat toch erg mooi is, daar zo naar het plaatsje Nieuwkerk gereden. En daar stond voor ons de broodmaaltijd klaar. Nou, geen woorden voor, geen woorden voor. Daarna zijn we heerlijk door de Belgische natuur gereden. We hebben daar een schitterende rondrit gehad door de heren chauffeurs van de Haan. Ik mag het misschien wel noemen. Het is een fijner bedrijf en we zijn er heerlijk mee op reis geweest. We hebben ons fantastisch gereden. We hebben naar het plaatsje Reti gegaan. En van Reti zijn we zo de weg afgegaan naar Oud-Turnhout. En in Oud-Turnhout een etablissement ontdekt en dat heette De Zwiep. Want we zijn er al van tevoren een paar dagen op reis geweest. En nou, dat sloeg in als een bom. Daar hadden een prachtig dansorgel stond daar ook. En daar hebben de mensen hun hartelust uit kunnen leven. Ook vanwege het weer wat we jammer genoeg niet mee hadden. Dat was wel jammer ook. Want als je nou toch weet dat je daar 3 maanden mee bezig bent om het klaar te krijgen. Hey, en je hebt dan nog een beetje slecht weer. Maar er heeft niemand over het weer geklaagd. En iedereen heeft zijn eigen fantastisch gehad. Nou, we zijn daar om plus minus 4:45 weer uit België vertrokken. Ja, want de warme hap stond klaar in de Ster in Nieuwkuik. En daar waren we om 6:00. Nou, even een borreltje vooraf. Daarnaast was onze Harry Touw bezig. Harry Touw, misschien wel bekend van de moppen en de grollen en de bakken aan de bar. En we werden eventjes keurig de hand gedrukt door Harry Touw. Hij heet de hele groep van harte welkom en hij heeft nog een paar grappen en grollen voor ons gedaan. En ik heb het ook in mijn maandblad staan, want ik ben er toch trots op dat ik dat dan nog even krijg. Kijk, hier is het de geschreven brief van Harry Touw en dat luidde als volgt: de bustocht. In het restaurant De Ster in Nieuwkuik ontmoette ik een radioamateur, te weten Radio Armada, met zijn leden. Wat ik zeer waardeerde en ik hun verblijde met mijn grappen en grollen waar ik onbekend sta. Groetend Harry Touw. Nou, dat was dan een mooie afsluiter van het diner. We hebben allemaal nog even lekker gedanst op de muziek aan de achterkant. Bij die schuifwand. Daarna zijn we door de stromende regen. Echt stromende regen. Oh, misschien gaat de telefoon. Verzoekje opschrijven. Zijn we door de stromende regen toch weer naar Horen gekomen. Het was ondertussen al 10:00 dat wij bij het station aankwamen. Nadat we iedereen bedankt hadden en iedereen ons bedankt hadden, was dit toch weer een zeer geslaagde einde aan deze fantastische Radio Armada's dagtocht. En wij danken en ieder die met ons mee geweest is. En ik zou zeggen, zie er maar eens op terug en houd maar eens in gedachten. En misschien tot volgend jaar. Goed, wij gaan weer gauw verder met ons programma. En het is een plaatje van Henk Gerrits. En dat wordt aangevraagd door Loek. En Loek wil het eventjes horen voor iedereen die maar op luister zit. En het gaat heten Loek. Een jongen van Jan Boezeroen. Daar komt hij. En een hele goede avond, Radio Armada. Een jongen van Jan Boezeroen.